Jack is alweer dat nare drankje. Oh, lieve, is nog flink. Straks dan komt de dokter. Je weet, die brengt altijd lekkertjes mee. Kom, schat, doe je mondje open. En dapper slikken. Bah, wat smaakt het lelijk. Daar is de dokter al. Mevrouw de dokter. Dag, mevrouw. Dag, dokter. Dag, Jantje. En hoe maak je het nou, hè? Een beetje beter, wat? Oh, maar wat zet je nou een zuur gezicht? Ja, wat scheelt eraan? Laat je torentje maar eens zien. Jongen, wat ben jij onvriendelijk. Is het klaar voor u, dokter? Omdat die lelijke smaak in zijn mondje heeft. Oh. Van het drankje. Als het verder niets is, kijk eens, Jantje. Een pepermuntje. Ja. Ja, dat zal de lelijke smaak wel gauw wegmaken, wat? Ik heb ze niet alleen voor de kinderen bij me, maar gebruik ze zelf ook. Als je de hele dag in de auto zit, heb je af en toe een verfrissing nodig. En dan is pepermunt een probaat middel. Mits het natuurlijk echte, originele pepermunt is. Bovendien... Maar Jan, wat is dat? Schaam je je niet? Het hindert niets, mevrouw. Als ze hem zo goed bevallen, kan het niet anders dan goed voor hem zijn. Want het is echte kingpepermunt waarvoor ze de kostbaarste pepermuntolie gebruiken. Kingpepermunt is goed voor de eetlust, goed voor de maag en bevordert indirect de spijsvertering. K-I-N-G, kingpepermunt, fijn dat ik ziek ben. Wees maar gerust, schat. Als je beter bent, krijg je ze ook van moeder. De scheikundige analyseert, het publiek proeft de aparte kwaliteit van kingpepermunt.